Een partij drugs van ongeveer 50 kilogram werd gisteren onderschept op een adres aan de Uraniumstraat in Flora, dankzij informatie van de Narcotica Brigade, de Narcotics Intelligence Unit en de Douane Recherche. De drugs waren verstopt in auto-onderdelen en waren bestemd om via Nigeria verscheept te worden naar Hongkong. Speurhonden van de hondenbrigade sloegen aan, waarna de narcotica-brigade werd ingeschakeld en de drugs werden gevonden. Eén verdachte is gearresteerd en zal worden voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Vertegenwoordigers van verschillende instanties in Suriname kwamen gisteren bijeen om de kosten voor adaptatiemaatregelen tegen klimaatverandering te bespreken. Prioritaire projecten werden geïdentificeerd en een Excel-tool werd geïntroduceerd om kostenberekeningen te vergemakkelijken voor financiering bij klimaatfondsen. Het verzamelen van nauwkeurige gegevens blijft een uitdaging. De Wegenautoriteit in Suriname heeft recentelijk ICT-apparatuur ontvangen voor de implementatie van het Road Asset Management System, RAMS. Deze stap is cruciaal voor het verbeteren en onderhouden van wegen. De directeuren benadrukten het belang van samenwerking en communicatie voor effectief beheer. Samenwerking tussen de Wegenautoriteit, het Ministerie van Openbare Werken en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank werd geprezen. Deze overdracht markeert een belangrijke vooruitgang voor wegbeheer en infrastructuur in Suriname.